Nicole, ik zal eerst even dit ding afdoen. Moeder Mandy die heeft mij gebeld en geappt. En die stalkt mij zelfs, omdat ik wat moois over jou moet gaan vertellen. Omdat jij dus nu afscheid neemt van Flex College. Nou, ik ben al twee nachten over nadenken wat jij nou allemaal aan het goed gedaan hebt. En ik kan nog steeds niks vinden. Dus dat is toch wel heel erg lastig. Het is ook niet mijn dingetje om altijd maar complimentjes te geven. Dan staat hier ook te groot. Het is, oh nee, niet, wel mijn ding. Nou, niet mijn ding dus. Laat ik dan toch maar wat vertellen. Ik vind het altijd heel erg fijn met jou samengewerkt te hebben. Dat idee, dat zit bij mij wel in mijn hoofd. Zo van, het was altijd heel erg leuk, gezellig. En wat ik heel erg belangrijk vond, dat was natuurlijk ons, zoals het driemanschap, zeg ik dat altijd. En dat was natuurlijk de coaches van ons. En dat was natuurlijk de Mandy met de docenten. En dat was natuurlijk de staf, de gedragswetenschappers. Nou, en die drie die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat een heleboel leerlingen natuurlijk heel goed terechtgekomen zijn. En ik denk dat dat een heel groot voorbeeld was voor het Flex College. En ook voor hoe het eigenlijk zou moeten. En daar konden een heleboel andere afdelingen wel een puntje aan zuigen. Ik hoor dat de laatste jaren dat men daar anders over denkt. Nou goed, dat natuurlijk, als je weg bent, gebeuren er allemaal andere dingen. En als Trump weggaat, komt er dadelijk ook weer een andere. Dus het is zo. Maar ik kan in ieder geval spreken over een geweldige, maar dan ook een zeer geweldige samenwerking tussen jou en ons. Nou, je gaat dadelijk naar jeugdformaat. Ook dat is een hele bijzondere instelling. Daar zal je ook in moeten stellen. Soms ook word je daar teleurgesteld of wat dan ook. Maar het wordt zeker een hele leuke baan voor je. En ik hoop dat je nog jaren en jaren plezier krijgt in je werk. En ik kom je nog wel eens een keer tegen hier in de buurt. En tijdens het hardlopen in de duinen of het strand of wat dan ook. Veel succes.